Ja, hij is aan het opnemen. En ik ga weer even wat laten zien. Ik ga een Twitterbericht maken. Maar dat doe ik niet met een toetsenbord. Nou, ik doe het met een virtueel toetsenbord. En dan zou ik dit kunnen gebruiken. Maar dat doe ik niet, want ik heb een stylus. Ik heb een Wacom tablet. En dan kan ik schrijven. Ik heb Windows 8 op een notebook. En die doet aan schriftherkenning. Nou, dus daar gaan we. Even laten. Ho. Ik wou graag twee woorden. Even laten zien dat zelfs mijn Ik doe nu echt niet mijn best hoor. Handschrift. Je zag dat hij even wat langer moest nadenken. Herkend wordt. Nou, bijna zonder fout, want hier had herkend moeten staan. Maar je ziet, dat kun je verbeteren. Invoegen. En het staat er. Dat kan natuurlijk. Nee, dit kan niet waar zijn. Ja! Ook nog. Ja, echt wel. Sneller. Invoegen. Onvoorstelbaar. Hoppa. Nou, ik vind het echt geweldig. Vrijwel zonder fouten. Invoegen en zo kun je dus schrijven. Nou, het mooie van zo'n tablet is dat je, wanneer je een klas of een college hebt, dat je met het gezicht naar de zaal je ding kunt doen. Dit is een voorbeeld van een tweet, maar dat kan natuurlijk ook met tekeningen en.